Yes, leuk dat jullie weer kijken of luisteren naar een nieuwe aflevering van de Van Iets Na Iets podcast. De podcast waarin ik in gesprek ga met ondernemers die van Iets iets succesvols hebben kunnen maken. En vandaag zit ik in de studio met wederom een speciale gast. En zijn naam is Justin Niese. Justin, welkom in de studio. Dankjewel, broeder. Dankjewel. We, uh, we gaan je kort introduceren en dan gaan we daarna lekker in gesprek. Dat is goed, man. Yes. Justin is geboren in Willemstad op Curaçao. En op 18-jarige leeftijd besluit hij te verhuizen naar Nederland. In Nederland studeert hij aan de hotelschool en hij doet ook de studie accountmanagement. Nou, na het afronden van deze studie besluit hij uh, ja, iets met zijn passie te gaan doen en dat is koken. In 2016 is hij finalist van het Nederlandse televisieprogramma Masterchef. Uh, niet lang daarna uh, start hij met zijn eerste echte onderneming, namelijk restaurant Just in Rotterdam. En dat doet hij supergoed, want uh, ja, hij wordt bekroond met uh, de award beste nieuwkomer van Rotterdam. Sinds 2021 is hij ook eigenaar van restaurants Mondi. Ze hebben op dit moment drie vestigingen. Uh, en er, worden, er wordt hard gebouwd aan twee nieuwe vestigingen op Curaçao. Inshallah. Inshallah, die worden nu uh, strak gebouwd. En uh, vanaf november zal Justin met een van zijn bedrijven ook de uh, maaltijden uh, van Corendon Airlines uh, gaan uh, verzorgen. Al met al een hoop bedrijven, iemand die met niets uh, naar Nederland is gekomen en daar iets van heeft gemaakt. Dus ik zou zeggen, blijf kijken, blijf luisteren en uh, raak geïnspireerd. Ja, man, zeker, yes, zeker. sowieso. Wat een intro, hè? Ja, mooi man, Dat heb je goed gedaan. Ik moest hem even <laughs> een paar keer uh, opnieuw doen. Maar het is uiteindelijk gelukt. Het is goed gelukt. Maar ja, wat toch? een track record man. Wow. Ja, man, uh, zoals je zei, gewoon als student hier gekomen en ooit met een passie en een visie. En um, gewoon volledig vol gaan. Ja. Um, ja, wat je zei, weet je, um, uiteindelijk is wat je echt leuk vindt, is wat je gaat doen. Ja. En um, eigenlijk begonnen met de opleiding accountmanagement... om juist uit de horeca te gaan. Ja. Ik kom uit de horecafamilie. Mijn vader had altijd in de horeca gewerkt. Bakkersfamilie en... ook volgens mij, toch? Bakkersfamilie, nou. eigenlijk. En oh. um, ik wilde eigenlijk niet deze kant op gaan... maar het is heel goed gelukt. Ja. Waarom uh, had je die afkeer tegen de horeca? Nou, het was meer niet afkeer, maar... Um, ja, weet je wat het is? Het is ook altijd hard werken. Het is hard werken. Ja. Um, 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 lange dagen, als jij met je vriendin... Ergens gaat uit eten met valentijn of kerst, dan staan wij achter de pannen. Ja. Snap je? En op de um, feestdagen. Op de feestdagen. Op de avonden in het op weekend. De avonden in het weekend wanneer iedereen aan nee. het chillen is, zitten wij aan het knallen. Maar dit is gewoon, uh, ik ben niet voor geroepen. Ja. En uh, ik ben het gewoon vol gas gaan doen. Ja. En we zijn het nog steeds aan het doen. Nou, hoe je veel. dat allemaal vol gas aan het doen bent, dat gaan we natuurlijk uitgebreid bespreken in deze aflevering. Ja. Ik zei in de introductie al: je bent druk bezig met de aanbouw van twee restaurants, ook op Curaçao. Klopt uh, Mondi? Concept, uh, ja. hoe, hoe is het nu met de aanbouw en wanneer gaan jullie live? Nou ja, eigenlijk um, beginnen we januari volledig met de bouw. Weet je, okay. uh, we zijn nog even aan het wachten voor een project die af moet zodat wij kunnen beginnen. Ja. Um, we willen waarschijnlijk april open gaan. Oké. Okay. Net met voordat uh, het zomer. Of het ja. minste, ik was zeg, uh, het zomer is de zomerperiode begint, ja, maar ik keur zou het hele jaar Het uh, hele jaar hebben we de zomer. Ja. Maar we hebben natuurlijk wel onze hoog- en laagseizoenen. Ja, precies. Um, dus, uh, nou ja, weet je. April willen we open, dan kunnen we twee maanden eigenlijk, ze noemen dat proefdraaien, babyfoutjes eruit halen voordat het hoogseizoen begint. Het hoogseizoen ja. begint natuurlijk in juni. Ja. Tot einde. En daarna begin december natuurlijk weer. Iedereen wil voor de feestdagen lekker op een warm eiland zijn. Natuurlijk. ja. Dus, uh, nou, hopelijk wordt... gaat het allemaal goed met alle ontwikkelingen en alles wat erbij hoort. Ja. Uh, de, uh, ja, in deze podcast gaan we altijd terug naar het moment dat het allemaal begon, ja. het, het niets moment. Hè. Ja. Uh, en dat moment, ja, dat is meestal rond je achtste, negenste, negende levensjaar. Ja. En de vraag die daarbij hoort, uh, Justin, is: wat wilde je worden toen je heel klein was? Weet je dat nog? Ik wilde eigenlijk altijd kapitein worden. En kapitein van een schip? Of? Ja, kapitein van een schip. Ik, had altijd, uh, ik heb jaren zeilwedstrijden gezeild. Dat was eigenlijk mijn um, passie. Om uh, te zeilen en op water te zijn. Nou, ik kom het Curaçao natuurlijk. Ja, dus ik wou zeggen, je bent geboren op Curaçao, ja, om, dus dan is dat makkelijker. Dan, ja, omringd door water, ja. altijd bij zevenkenderijen. En ik wilde altijd kapitein worden. Ik dacht dat dat um, echt leuk was. Jack Sparrow. <laughs> ja. Maar um, ja, vanaf kleins af aan was koken toch wel echt een passie voor mij. En, uh, ik was vrij jong begonnen ook met koken. Mm -hmm. Ik denk op 12, 13 jaar. Zo. Deed ik al cateringen. Weet je, dat soort dingen. Vond ik leuk. En dat was meer uit een hobby, mm. weet je. En, um, maar ja, ik zag mezelf nooit echt uh, in de keuken staan. Laten we het zo zeggen. Ja. Meer vanuit een passie. En voor ja. jezelf? <laughs> ja. Lekker eten. Hoor. Ja, lekker ja. eten, man. En... Um, ja, ik begon echt jong al te werken, weet je. Voor, uh, en, uh, ik, ik woonde na Zanzibar. Weet je, ik ken de meeste mensen die ooit naar Curaçao zijn gegaan, hebben dat wel ooit gehoord. En ik werkte gewoon daar lekker uh, op het strand, weet je, bedjes verkopen. En mijn vader, die heeft me altijd wel een paar goede lessen meegegeven, weet je, werk gewoon altijd voor je geld. Ja. Snap je? Je moet gewoon knallen. Als je ja. wat wilt, moet je ervoor gaan. En je zei het net ook even, uh, bakkersfamilie. Ja, klopt. Uh, wat wat deden die ouders op Curaçao? Nou ja, mijn vader die komt eigenlijk uit een Nederlandse bakkersfamilie uit ja. Nederland. Weet je, uit Limburg komt hij. En ja. uh, nou, hij, een van de zonen, weet je, de zonen die uh, moesten de bakkerijs doen. En hij ging eigenlijk naar Curaçao om daar met de Nederlandse bakkerij te beginnen. Okay. Ja, en dat heeft hij eigenlijk uh, jaren gedaan. En, uh, ik cool. ben met de paplepo en de bakkerijen uh, opgegroeid. Weet je. Ja. Altijd wel koken, bezig met eten zijn. Ja. En uh, mijn moeder die assisteerde mijn vader eigenlijk altijd. En uh, maar mijn vader was toen uh, best wel op een jonge leeftijd uh, overleden. Ja. Ja, ik, ik had eigenlijk totaal geen passie om in de bakkerij te gaan staan. Ik wilde dat gewoon niet. Ik, ja. heb, ik kan wel bakken, maar het is, niet, uh, het is niet waar ik echt goed in ben, laat me het zo zeggen. En je moet vaak ja. om twee uur s'nachts al voorbereiden. Oh, ja, die man die heeft <laughs> zijn hele leven gewerkt man. Ja. Altijd vroeg opstaan en uh, ja, echt, uh, bakken is anders man. Ja. Dat is echt keihard werken. Of nog harder werken, denk ik. Ja. Ja, Vo of? Voordat we naar het punt gaan, uh, dat je zeg maar uh, ja, besluit om. Uit dat bakkerswereldje te stappen en meer die nou. passie van horeca, zeg maar op te gaan, het, het maken van, van creatieve recepten, et cetera. Mm -hmm. Dat gevoel had je op je twaalfde al. Maar we, voordat we daar naartoe gaan, wat bezielt je überhaupt om van het mooie Curaçao, lekker weer, Zanzibar, uh, ja. dat is een plek waar, waar je werkte uh, op het eiland. Wat bezielt je om dan hier naartoe te komen, naar Nederland? Nou, kijk, weet je wat het is? Mijn moeder die, die heeft altijd een uh, bepaalde visie gehad. En zij zegt, luister, weet je, dit eiland is een mooi eiland. trouwens, beide ouders uh, 100%. Uh, Curaçao? Nee, mijn vader komt uit Nederland okay. en mijn moeder komt uit Curaçao. Okay. Ja, dus je als, bent uh, ja, alles... ik ben half, maar wel geboren en getogen daar, opgegroeid daar. En um, zij was altijd van mening van, je moet weg van het eiland om jezelf te kunnen ontwikkelen. Om jezelf te kunnen, uh, uh, je, weet je, in het diepe te gooien. Van, uh, om, ja, gewoon, weet je, op jezelf je wonen. buiten je comfortzone. Ja man, zeg maar. en ja, je komt bij mij 18, je komt hier aan. Ik ben wel eens op vakantie geweest natuurlijk, maar ik kom hier op het station, het is koud, het regent. Je moet opstaan, je moet naar school gaan. Uh, toch, hier in Nederland zijn de brieven de enigste ding waar ze. Uh, met, speci met specifieke kleur ook. <laughs> ja, blauwe. Toen het tijd duo nog. Weet oh, je, oh, ja, uh, ja. je moet je eigen dingen betalen. Maar je sprak zo altijd de taal toch, op, Nederlands. Dus dat scheelt ook? Ja, ja, ik sprak altijd in Nederlands thuis. Dus ja. dat, dat scheelt. Um, dat, dat, dat was ook het enige voordeel dat ik had. Ja. Maar, um, maar ja, je moet gewoon hier gaan leven, weet je. Je moet uh, de tram pakken, de trein, uh, nou ja. Weet je ben je dikke. helemaal alleen hier naartoe gekomen? Ja man, okay. mijn zus die woonde in Den Haag. Okay. En uh, ik, uh, ik ben eventjes daar gaan wonen. Toen ben ik uh, naar Rotterdam, en ben ik in Rotterdam uh, gaan wonen. En hier eigenlijk zo mijn leven opgebouwd. Gewoon ook een bijbaan zoeken. Gewoon in de horeca weer gaan werken, uitzendbureau gegaan. Ja. En uh, altijd wel, uh, op een gegeven moment kreeg ik wel echt die visie van... Ik wil wat voor mezelf gaan doen man. Ja. Ja, nou, want je gaat van uh, Jack Sparrow, je wilt viraat worden, ja. en, want je ziet die mooie wateren. Uh, ja, zo. Ja, ga je op een gegeven moment ontdekken op je twaalfde, hey, ik heb wel een passie voor, voor, de, voor, voor het maken van die creatieve recepten, in ieder geval ja, voor man. eten maken. Ja. En dan kom je naar Nederland op je achttiende. Ja. Uh, Wanneer begin je specifiek met iets in de horeca wereld. Wanneer begin je specifiek iets te creëren in die in die voedselwereld? <laughs> ik heb best zeg wel maar. een. Uh, dit is. Ik had uh, er was een, uh, een, een restaurant waar ik heel graag wilde werken. Dat heette je Kom je uit Rotterdam? Ik kom uit Amsterdam. Amsterdam. Dus nee man, niet. Het maar niet. Nee, bestaat niet meer. Maar ik wilde okay. daar. Ik heb iets van drie vier keer gesolliciteerd daar. Die man, die mensen wilden me gewoon niet aannemen. <laughs> een beetje de. Hoe heet het nou die hele het, was, het, wel, het was bij uh, bij centraal station was dat. Ja. dat. was echt een toffe plek om te zijn. Ik had een paar vier keer gesolliciteerd. Op een gegeven moment. Ik ben naar die man toe gegaan. Ik zei tegen die man, van luister dan. Ik heb al vier keer gesolliciteerd, hè. En vier keer, ik zie, die, jullie zoeken personeel, maar je neemt me niet aan. Wat is het probleem dan? Hij zei, ja, dit had ik geluisterd. Ik wil hier werken, neem me gewoon aan. Nou, toen uh, ben ik aangenomen. Na ja. drie maanden ben ik weer ontslagen. En dacht ik, nee, deze mensen hier zijn niet serieus. Toen ben ik ergens anders gewerkt. Ik had een vriend van me die zei, tjus, ik werk bij een uh, uitzendbureau, Misserplas. Die bestaat volgens mij ook niet meer. Hij zegt, kom daar werken. Was je nog aan het studeren? Ik Dat was moment. toen aan het studeren nog. Maar ja, okay, dan ben je bro. net 18, 19, toch? Ja, toch Dat maar. Kijk met die studie. Je, je krijgt een basisbeurs, 6, 700 euro. Je moet de huur betalen. Ik, ko ik kom niet rond. En ik hou gewoon van mooie spullen. En zo. Je weet toch? Dus ik ja. heb gewoon pap nodig. We ja. moeten gewoon leven, toch? Ja. En als je dan een beetje erbij werkt, pa pak je nog 5, 6 barkjes extra. Een beetje fooi. Nou, ja. zit je op een ruggetje, zit je op 1700. Het is gewoon een mooi bedrag. Ja. Snap je? Daar kon ik wel van leven, weet je. Daar kon ik een scootertje van kopen. Je dingetjes toch, je moet een beetje draaien toch. Ja, ja toch, dus ja. Nou, ja, zo eigenlijk begonnen. En toen, ja, toen begon ik ook uh, de horeca te werken. Toen begon ik een beetje ook, weet je toch, broodjes maken. Als ik hoorde, ik hey, zei, Antilliaanse feesten, ging ik broodjes maken. Zomercarnaval had ik een standje. Gefixt gingen we kippensoep, kippenvleugels verkopen. Dus ik begon al een beetje te ondernemen en ja. mijn eigen geld te verdienen. Ja. Omdat, ja, weet je, mijn vader zei altijd, je moet gewoon voor, voor je geld werken. Gewoon belangrijk om te knallen. En, 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 weet je, studie, dat is nummer één. Nummer twee, is je centen verdienen, maar ja, je studeert niet de hele dag. Ja. En op een gegeven moment ga je je ritme in vinden ja. om allebei te kunnen doen. Dus ja. van het een kwam het ander eigenlijk. Weet je? Ja, op een gegeven moment, je geeft aan, ja, ik ging een beetje bijverdienen op de festivals, et cetera, met ja, het maken van man, broodjes, ja, et cetera. Broodjes, dingetjes. Wanneer, wanneer viel het bij de. Bij de fijnproevers op dat je hele goede soep maakt of hele goede broodjes. En wat was er zo uniek aan jouw recepten? Nou, kijk, he, toch, veel studenten kwamen je toen ook ondersteunen. Toch, hey Justin, even een stentje. Kom, we gaan daar een broodje halen. Ik deed een beetje op Insta. Toen kwam pas Insta uit. Je had toen de tijd nog Facebook. En ik deed een beetje ja. filmpjes maken van: hé hey mensen, ik sta hier bij deze locatie. Ja. Of. Uh, hadden we weer een, 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 een dag, weet je, maakte ik flyer, zeg ik, hey, deze dag gaan we broodje stoven kopen. En uh, ja, toen kwamen mensen aan bij eten halen of ik ging gewoon koken, weet je, van, hé, hey, aanstaande zondag, koop kaarten bij mij, weet je, hadden we honderd man, deden we barbecue verkopen, samen met twee andere ja. vrienden van me gingen we barbecue verkopen, mensen komen langs. Maar ja. Nou, ja, als je zo honderd gerechten verkoopt, ah, uh, tientje, vijftien euro, heb je toch vijftienhonderd, zou je? Nou, dat doen we dat. Deel heeft iedereen 350 gepakt. Mooi. ben je een beetje uit de kosten? Heb je wat extra's verdiend? En het ging meer om de ervaring, kijk, om te ondernemen, om wat te doen. Snap je? En heb je dat vaker gedaan, die festivals en die soepen? Ja, man, ik heb dat vaak gedaan. Maar man. de mensen kwamen terug, want die wisten van hey, die Justin die maakt goede soep. Ja, toch. Goede broodjes. <laughs> ja. Wat was het geheime recept? De iets, nou, iets kijk, weet je wat het is? Wat ik doe, is ook heel specifiek toch? Ik doe de Curaçao's keuken. En dat zijn vast mensen die uh, ook, weet je, er zijn genoeg Antillianen hier op Curaçao die echt oh, hier in Nederland, sorry. Die echt goede stopbaan maakten. Maar ja, niemand ging ermee naar buiten toch? En ik ging ja, echt het was wel meer verkopen. Voor jezelf. Ja, toch. En ik ging ja. gewoon verkopen. En nu ook met Just. weet je Just is natuurlijk uh, een van mijn eerste zaken. En um, veel mensen hebben me uitgelachen toen ik met Just begon en Ze zeiden van uh, wie gaat nou Caribisch koken op, uh, op een hoog niveau. Ik zeg nou ja, als jij me kan vertellen wie het doet in Nederland, ja. vertel mij. Dat was uniek op dat moment. Dat is nog steeds uniek. Niemand doet het. Ja, snap je? En op ik, dat, ik, dat ik niveau. Ik snap niet op dat niveau. Ik heb gewoon de Caribische keuken en een uh, andere jasje gedaan. En ik wilde juist laten zien dat wij dat ook kunnen, snap je? Dat onze keuken juist heel mooi is. Dat we echt hele specifieke smaken hebben. Um, um, bereidingswijze hoe we dat doen. En, en doordat ik... Um, want kijk, wat ik zeg, ik ben geen kok, weet je? Ik ben... Uh, uh, Koken was gewoon een passie. En toen, ik werkte altijd wel een goede horecazaken. Ik heb altijd een goede horecazaken gewerkt. Ik heb bij de machinist gewerkt in Rotterdam. Ik heb bij Herman de Blijker gewerkt. Mm -hmm. En um, ik wilde altijd in de keuken staan. En um, daar heb ik eigenlijk al die uh, knepjes van het vak geleerd. Um, om, om, om goed te leren koken, om die Franse technieken te leren. Maar doordat ik zoveel interesse had in het koken, pakte ik die dingen heel snel op, snap je? Ja, ja en toen kwam Masterchef. Toen had eigenlijk mijn huisgenoot had mij ingeschreven, want Hoe wow, oud was je op dat moment in 2016? Ik was 25 volgens mij. Ja. Nah, nee, was het 2016 was dat? 2016 was dat, ja, ja man. Dus je, je ik was, was al 15, een aantal 20, jaar ja, een beetje stage hier en daar aan het ja, lopen. Man, beetje ja het proberen man, ja festivals ook. En, Juist, dan en dan toen kwam Masterchef op je pad. Juist, toen kwam dat op mijn pad. En toen, 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 toen ging ik een paar weken achter elkaar daar koken. Ja. En toen ik eruit ging, toen dacht ik... Hey, het is wel echt leuk man. Ik denk dat ik echt van koken hou, snap je? Ja. En, toen, um, en toen begon ik gewoon gasten te geven in in, in die Tori. Ja. In, in, die, in die beetje die kookwereld. En van het een kwam het ander. En um, toen ben ik me gewoon volledig gaan focussen alleen maar op koken. Ja, want je bent na de deelname aan het programma MasterChef Nederland begonnen met uh, Just. Ja. En je zegt, Just, uh, dat was een concept. Uh, met het Caribisch uh, verhaal van de voedsel, van, ja. de, van, van het eten. Ja. Alleen ik heb dat in een nieuw jasje gegoten. Ja, man. Welk nieuw jasje is dat? Want je hebt natuurlijk die recepten en die spe dat speciale eten, maar jij zegt ik heb er een volledig nieuw jasje omheen gedaan. Welk nieuw jasje was dat? Nou, kijk, je moet het zo zien. Kijk, um, als mensen uh, Antilliaans eten horen, denken ze vaak gewoon bakfriet met veel vlees. Klaar. Bakfriet? Of Of uh, bak, Nederlands friet. Of dit. <laughs> of dat. Ja, weet je, iedereen oh. kent zo op pang. Jeet ja, toch? Dat okay. is zo'n uh, truck langs de weg, dan ga je kip met friet halen of kip met rijst. Dat weet is je. mijn beperking weer, omdat ik niet op Curaçao ben geweest, <laughs> ja, dus dat wist nou, ik niet, sorry. Je moet hey, we vliegen binnenkort, hè, dus je moet met ons weken komen. Ja, ja. Maar, um, dus iedereen heeft gewoon een bepaalde gedachte op Kirosaal is eten. Ja. Terwijl, um, um, eten gaat om smaak, snap je? En um, het mij niet eet hoe je het serveert. En dat heb ik toen gedaan. En toen dacht ik van, oké, okay, luister. Ik wil gewoon mijn Curaçao's eten, Caribisch eten vooral. Wil ik gewoon op een ander niveau gaan brengen. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld uh, uh, Funchi. Funchi is bijvoorbeeld een soort polenta-achtig. Dat eten wij op Cura standaard. Dat is echt iets van ons met stoofvlees of zo. Mm -hmm. Maar ja, normaal zit zo'n stuk en dan stoof erbij, klaar. En nu doe ik het mooi uitsnijden. Doe ik lekker verse truffel eroverheen. Dus ik doe allemaal... Een gekke combinaties waardoor het gerecht echt een, een mooi gerechtje wordt. Ja. En um, dat heb ik eigenlijk gedaan bij Just. En toen begonnen mensen: hé, hey, dit kennen we niet. Hé, hey, we hebben dit nog, nog nooit gegeten. En hé, hey, we zijn pas naar Curaçao. Mijn dochter die loopt stage. Of uh, uh, mijn tante die is ooit daar. Geweest, weet je? Dus mensen begonnen zich steeds meer te relateren aan die eilanden. Omdat Curaçao is ook gewoon een beetje van Nederland, snap je? Ja. En als je kijkt naar de populatie, er zijn echt heel veel Nederlanders... of mensen die überhaupt in Nederland wonen, die naar de eilanden gaan. Um, net als hoe ze naar Spanje gaan. Maar Curaçao is natuurlijk echt van Nederland. En we praten daar ja. Nederlands. Weet je? Dus, uh, en zo is een beetje de chemie begonnen. Ja. En toen begonnen mensen het concept te, te begrijpen... En ja, het is sinds 2017 weet je, we hebben elk jaar dat we open zijn, denk dat we op 15, 16 awards zijn sinds we open zijn. Wow. We hebben afgelopen jaar hebben we weer een award gewonnen, snap je? Ja, dus je hebt dat, dat lekkere uh, eten, wat je ja, keer zou kan krijgen. die soulfood in een elevated way. Die heb je een beetje gefine ja. een beetje op de, ja, de Michelinster-achtige manier ja. Uh, ja. ingericht. Zodat het er ook passie. mooi uitziet op je, je? bord, smaakt goed, de juiste smaken verfijnders erbij en Precies dat. dat was het. Uh, ja dat was een succesformule zeg maar ja, dat was het broek. concept en, en die mensen die bij mij werken de meeste komen of Cura uh, of su weet je ook uh, een beetje caribisch gebied waarom omdat hun hebben die die smaakpaletten ja. snap je het zou een beetje raar zijn het als, is moeilijk, als, als... Je, je hebt een Marokkaans toch ja nou weet je hoe moeilijk het is voor mij Marokkaans eten te maken ik ken die smaken natuurlijk ja. ik kan Marokkaans koken maar niet net als hoe je moeder dat doet ja. je moeder die komt haar moeder haar moeder heeft haar geleerd je weet toch dat zijn ja. generaties achter elkaar die elkaar die beste tagine leren. Ja, absoluut. We, we hebben hier in de studio een keer uh, Samira Damani gehad, aflevering 2, lang geleden. Heerlijk. Die heeft de couscousbar in Amsterdam. Ook een ja. super succesvol concept. Maar de vrouwen die daar koken zijn echt Marokkaanse moeders. Die maken de couscous. Want dan is hij het lekkerst. Broer, niemand kan dat na doen. Ja. Dit is gewoon kennis ja. van generatie op generatie, ja. snap je? En dat heb ik ook ik gedaan met ik. mijn keuken. Slim. Ja, het zou ook raar zijn als een Spanjaard in een Chinees restaurant... Uh, dat kan <laughs> toch niet? Ja. Maar goed, ik snap het inderdaad. Op een gegeven moment we, we, ga je naar dat eerste restaurant toe. Je vindt, die, uh, nou, je vindt niet het programma, maar je bent wel finalist ja, van Masterchef Nederland. Dus je komt heel ver. En je merkt van hey, dit, dit: dit doet echt wat met de mensen. We hebben veel luisteraars die graag willen ondernemen of werken en die kant op willen, of ja. heel jong zijn. En die zijn vaak benieuwd naar het moment. Na, na, na het, ja, na, die zijn vaak benieuwd naar het van niets naar iets moment. Dus ja. op een gegeven moment ben je klaar met het programma. Je besluit van: hey, dit, dit wil ik gaan doen, hier is Animo uh, voor. Ja. En je besluit je eerste restaurant op te zetten in het mooie Rotterdam. Maar neem ons mee, hoe, hoe ga je naar een pan zoeken? Hoe zet je dat op? Want daar zit veel tijd en werk in. En risico uh, natuurlijk. Ik had een uh, goede vriend van me. En uh, ik, had, uh, ik had mijn pap een beetje al gespaard door al die jaren ondernemen. En dit, dat maar toen. Ik deed al cateringen. Dus tussentijd deed ik ook cateringen. Mijn eigen geld een beetje verdienen. Na scoren, Want ik heb echt mijn opleidingen allemaal afgerond. Ondanks dat Just Open ging. Ja. Ondanks dat ik onderweg papa had. <laughs> ja. Allemaal dingen. Je weet toch, dat zijn allemaal op Of ja, ik, ik wil niet dat obstakels noemen. Maar het zijn wel dingen die het moeilijker maken. De obstakels van de ja, grote steden. Ja, we kennen wat allemaal. ik bedoel. Ja, zeker. Ja. Dus. Um, en ik had één man die, uh, die, die, die geloofde in mij. En die zei tegen me: oké, okay, luister. Weet je, hoeveel papa heb je? Ik zeg, nou, ik heb zoveel. Hij zegt, oké, okay, luister. Ik ga je ondersteunen met dit. Kom, laten we het doen. En eigenlijk heeft hij me alles zelf laten doen. Hij zegt, luister, je weet wat je nodig hebt. Ga maar zelf zoeken. Ja. Dus ik toen had een campantje gevonden. Nou, die kon ik voor... Uh, uh, tijd was horeca, een beetje net opkoming overal, overal begonnen. Hoeveel horecazaken zaken te. Nou, toen kon ik het voor een goede prijs overnemen. Die meneer was ook geen horecaman, man, dus die wilde eigenlijk van het pand af. Dus voor een goede prijs kon ik het doen. Ja. Maar ik heb die hele zaak heb ik zelf gedaan, broer. Ik had geen doek om uh, vakbouwers, dat soort mensen te, te regelen. Snap je ja, Dus je bent ook nog handig uh, met je handen. Bro, ik moest zelf alles doen, bro. <laughs> ja, ik moest wel. Zelf. Ja, Ik ja. moest wel. Snap je? Want ja. ik had geen keuze. Ik had dit bedrag gehad, die zaak moest open. Want kijk, ja. je weet toch, je krijgt twee maanden huurvrij. Om, ja. om een beetje te verbouwen, om dingen te doen. Ja. En, um, maar ja, bro, op een gegeven moment. Houdt het, houd het op, het geld raakt. Snap op. je, het ja. geld raakt ook oh, op, op, open. Moet, je <laughs> moet open, je ja. moet je eigen pap hebben, want je moet personeel. ook je eigen dingen ja. betalen, personeel. Snap je, inkopen. Dus, uh, ik had zelf eigenlijk heel veel Ik heb bij een hele zaak samen verbouwd met nog twee andere gasten. En, um, bro, bro, toen bam. we. begonnen. 17 augustus. 2017? Ging we Geen open. Je open. Ik had 5 mei contract getekend voor dat pand, 10 mei, zegt mijn uh, vriendin. Uh, Toen de tijd dan. Mijn toenmalige uh, vrouw die zegt, uh, uh, hey, volgens mij krijg ik een kleine, ik ben twee maanden zwanger. Ik zeg wat? Ik zeg, oh, oké, okay, leuk man. Well, uh, alles Extra tegelijk. Extra, ja, wel Extra hey, motivatie. Hey, ja, Het beste was bij mij toen ik net hoorde van hé, ik knallen. Je denkt, oké, okay, wat Lekker. is okay, ik moet papa dit, uh, uh, ja. alles tegelijk. Oké, okay, well, okay, fuck it. Ik dacht, weet je, we gaan gewoon. Druk. Ja, druk. Ja, tuurlijk. Druk wordt opeens verhoogd. En um, 17 augustus gingen we open en we begonnen te knallen. Oh. En weet je, veel mensen die denken: je hebt een zaak, you made it. Norman, dan pas begint het. Ja. Snap je? Want wat je zegt, je hebt je doeken gespaard. Je hebt alles geïnvesteerd. Je, het is niet, um, je trekt niet eens salaris uit. Je betaalt ja. eerst al het personeel. Ja. En wat je overhoudt... Je gaat kijken, oké, okay, wat is kostendekkend? Wat heb ik nodig? Okay, ik moet huur betalen, ik moet watje betalen. Zorgverzekering. Ja, je eet toch op de zaak, want je hebt voor de rest geen leven. Ja. Het is gewoon knallen. Het is het gewoon wel, 60, 70 ja. uur werken, snap je? Ik heb ja. De eerste twee, drie jaar heb ik gewoon zeven dagen gewerkt. Natuurlijk. Ja, Natuurlijk. Ja, en toen um, nou, eindelijk um, um, in al die jaren mooi alles uh, kunnen fixen... Maar ja, dan komt corona. Poh. Voordat we naar het moment gaan, corona, grote hel, alles moest dicht. Wil ik toch nog even terug naar het moment in 17 augustus. Je zei, ja. we gingen open en we hadden meteen klanten. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Hoe, hoe open je je restaurant en uh, heb je meteen klanten? Nou, um, ik kom me nog herinneren, er was een guy, Tim Beumers. Hij was een, uh, een, uh, een schrijver. Tim Beumers, zeg je wat? Nee? Zeg man, me niks. Hij was ook een rapper. Maar hij, hij, hij is echt een foodie. En uh, hij kwam bij mij eten via de buik van Rotterdam. Was dat en hij had een artikel geschreven over Just. Volgens mij waren twee à drie weken open. En hij was zo onder de indruk van wat we hadden gedaan. En deze man die schreef een artikel. En op een gegeven moment, ach, die zaak begon gewoon te vullen: te vullen, gewoon bro, gewoon bijzonder. Maar zonder aansturing van jou, gewoon oprecht zelf dat artikel. Zeg maar. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Want hij is een food reporter, ja. weet je. Hij komt gewoon binnen. Hij schrijft gewoon. Ah, maar in de zin eet. van je hebt hem niet ingehuurd. Nee, ofzo. nee. Jij nee, was gewoon nee. puur bezig met oprecht iets goeds tuurlijk. neerzetten. Ja, en dan volgt het succes ja, vanzelf. Dat ja, is het ja, want, want, Bro, luister, je bent niet bezig met dat. Je bent bezig om te ja. koken. Of ik ben heel creatief. En, en uh, um, Dus uh, hij had dat geschreven. En opeens zeggen mensen: hey, nee, we hebben gelezen. Dus we zijn gekomen. Bababababab. Tik-tak. Nee, hoor. En toen. Uh, uh, um, toen kwam die. Dus we gingen augustus open. Tim Beumers die kwam langs. Die had een mooi stuk geschreven. Nou, veel mensen kwamen. Toen werden we genomineerd. Voor een van die zaken van de beste nieuwkomers van Rotterdam. Hebben we ook nog die prijs gewonnen. Dus ja. toen kregen we nog meer tractie. Was toen... het een uh, belangrijke uh, bekende prijs? Ja, voor de beste nieuwkomer van Rotterdam. Weet je, dat, dan gaan ze kijken welke de beste nieuwe zaken zijn die zijn gekomen. Ja. En we hebben gewonnen met een groot man. verschil. Dat is goede Voor de rest? Ja, toch, bro. Goede reclame. Ja, man. Dus... Nice. Toen januari, hadden we nog een nieuwe prijs gewonnen van de beste nieuwkomende chefs van Rotterdam. Toen, uh, had ik in maart, hadden we uitmuntendheid gewonnen. Tripadvisor, dat betekent 50 recensies achter elkaar met vijf sterren. Wow, Vijftig 50, ja, achter ja, elkaar, zonder echt, geen heen. één ja. tori, snap je? De tussenin, ja. snap je? En ook dus, wetende dat niet veel mensen recensies schrijven. Maar je weet niet eens wat er gebeurt. Je krijgt ja. gewoon de dingen in je mail. Hey, je bent uitgekozen tot een van de beste zaken. Je bent een uitmuntendheid gewonnen. Die uitmuntendheid heb je zo'n vijf keer gewonnen of zo. Wow. Ja, jij was natuurlijk bezig met. Koken, koken, koken. Koken, koken, koken uren maken. Koken, koken, koken uren, en, uren maken. Ja, 15, 16 uur per dag knallen, knallen. Ja. En weet je, um, en daarom, ik wil vaak ook tegen mensen zeggen, ik wil met de goede vrouw naast je, weet je, ik wil mijn ex echt, we zijn nu weer samen. <coughs> maar ik wil haar echt bedanken, want zonder haar ik bro, ik zag mijn kleine grond nooit bijna niet. Snap je wat ik bedoel? Ja. En veel mensen vergeten vaak die dingen, je weet toch? Terwijl dat ook belangrijk is, met een goede vrouw naast je kan je echt de wereld bereiken, snap je? Absoluut, ja. Ja, man. Je gaf het net al aan. Op een gegeven moment komt de coronaperiode, 2020, begin 2020. Ja, man. Hoe, uh, hoe ging dat? Uh, hoe, heb je, hoe, hoe zijn jullie met die, met die periode omgegaan? Nou ja, weet je, ik, um, ik was uh, op een mijn boek aan het uh, fotograferen. Ik heb een kookboek geschreven. En um, nou ja, weet je, veel mensen begrijpen: je werkt dan vanaf 2017 werk je naar uh, een bepaald punt toe, je toch? Ja. Um, nou, je hebt een lening genomen, je hebt een, uh, een investeerder. Um, je gaat werken, je gaat geld verdienen. Nou, de eerste is: ja, je gaat jezelf salaris uitbetalen, de tweede is: je gaat die investeerders terugbetalen. Om uiteindelijk op nul te komen. Vanuit daar ga je winst pakken, ja. Zoals ze dat noemen. Uh, nou, weet je. En dan begin je te knallen, knallen, knallen. En dan heb je alles gefixt. 2019 draai je mooi. 2020, ik, dit jaar gaan we pakken. Vooruitzichten is een goed. Snap je? Komt corona. Ja. Wat ik heb gedaan toen. We hadden nog een mooie buffer. Hebben we gelijk die zaak helemaal verbouwd. En... Uh, uh, Moest wel. Als je, je allemaal deugd of had je nog een bezorgd? Nou, we zouden, maar we zouden, we zouden eigenlijk al gaan verbouwen in de zomer. Zouden we de zak gaan verbouwen. Toen kwam dit, dus ik dacht: dit is in mijn voordeel. Ja. Snap je? Maar het duurde uiteindelijk veel te lang. Het duurde veel te ja. lang. Maar dat maakt niet uit, want we hebben er wel goed mee omgegaan, gelukkig. We hebben, ik heb geen bezorg gedaan. Ik heb het wel gedaan in het begin, maar ik was er niet goed in. Dat oh. was ook best wel een bijzonder verhaal, want um, ik dacht: oké, okay, weet je, dan gaan we um, barbecue doen, dit, dat, oké, keer zou dingen. Maar het werkte gewoon niet. Het werkte voor mij niet. Ja. Toen had ik gedacht: hé, maar weet je wat we dan gaan doen? Wij gaan gewoon thuis koken. Snap je aan huis koken? Dus eigenlijk al vrij wow. snel heb ik dat gedaan. Deden we gewoon aan huis koken. En dat liep echt als een Bij mensen op locatie. Oh, ja. ja, dus de eerste week, eerste corona-lockdown hebben we verbouwd. De tweede zijn we alleen maar thuis gaan koken. En dat was echt top geweest. En zo hebben we gewoon eigenlijk ja. zo de corona uitgezeten. Ja, alleen, alleen je kan dat zeg maar niet tot de. Tot het punt schalen, uh, zoals bijvoorbeeld het restaurant. Als het dan helemaal vol zit, maak je natuurlijk veel meer omzet en winst. Ja. neem ik aan. Maar je hebt heel veel mensen nodig die op locatie ergens koken. Of gingen jullie in het gooi koken met hele grote villas? Nou ja, weet je wat het is, broer. Je moet ook je verdienmodel gaan maken, toch? Ja. En, en ik heb gewoon gezegd, ik wil, ik wil gewoon een minimum. Ik, ik kom ja, gewoon, gewoon met een bepaalde voor een prijs. klaar, anders kom ik niet. Ja. Snap je? En, het en dat niet... kon ook, want je had een bepaalde naam opgebouwd. Ja, tuurlijk. Maar weet je wat het ook is, broer? Um, Oké, okay. ik had, laten we zeggen, ik had vier mensen in de bediening staan. Volgens mij vast. En volgens mij vier koks ook. Volgens mij. Vier of vijf koks. Dus wat deed ik? Ik deed gewoon een setjes maken. toch? Ja. Dus ik kok, een bediening. Ik had waggies gehuurd. Ja. Eén kok, één bediening. Die kon zo. Dus we konden misschien vier, vijf man draaien. Maar ja, als minimum spend, minimaal een kaas. Ja. Snap je? Ja, dan is het interessant. Dan wordt het interessant. Hm. Maar het is ook de beleving. Alles. Weet je? En het kost gewoon geld. Je moet een waggie hebben. Je moet benzine betalen. Je gaat inkoop doen. Borden, bestek, Mensen gaan op locatie, die gaan echt thuis voor je koken in je eigen keuken. Dus mensen die gaan al snel mensen uitnodigen, toch? Ze zeggen: Hé, hey, uh, er komt een kok, uh, we gaan lekker thuis eten. Weet je, ze gaan familie of de, men, dichtbij mensen, ik weet niet of het mocht of niet, maar maakt niet uit. Ja, Mag Dus die groep, die werd steeds groter. Ja. Snap je? Mensen zeggen: Er was hey, ook behoefte aan. Hè? we zijn niet met tien, we zijn met vijftien, kan er nog een paar mensen bij. En dan wordt die groep, uh, en zo. Zeggen ze, hé, hey, heb je nog tafels? Ik zeg, ja, tuurlijk heb ik tafels. Moet ik, ja, we zijn met twintig man. Oh, snap je? Ja, dat is leuk. En dat, we, steeds werd dat zo. Dan kun je op één avond op één woning gewoon heel veel omzetten. snap je instellen. wat ik bedoel? Slim, ja. En toen, hé, hey, mijn vrouw is jarig. Uh, of we zijn twintig jaar getrouwd. Ja. Of, snap je? Dat ja. soort dingen, dat gebeurt ook gewoon in de corona. Mensen we zijn ook twintig jaar en getrouwd. En gelukkig uh, maar, snap je? Uh, uh, <laughs> gelukkig maar, het bleef doorgaan. Ik bleef die, doorgaan. Dat, die corona-tijd ja, bleef het ook maar doorgaan. Ja, <laughs> bro. Ja, man. Maar. Aan de ene kant, ik zeg je eerlijk, ik heb heel veel geleerd in die coronatijd. Ik heb heel veel... Um, um, rust, wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd, als ik vraag me? Um, leren schakelen, man. En blijven nadenken. En niet paniek raken. Want kijk, er, er zullen altijd, als je onderneemt, broer... Er zullen altijd pieken en dalen zijn, snap je? En je moet altijd helder blijven nadenken. En kansen blijven zien in alles wat je ook doet. Nooit stilstaan. En soms terugtrekken. Naar boven kijken. Oké, okay, wat heb ik wel en wat heb ik niet? En wat kan ik? Snap je? Maar mensen raken soms in paniek, toch? Ja. Weet je, mijn moeder heeft me één ding gezegd. Hij maak je, je niet dood, hè? Maar je moet wel blijven nadenken. Want als je, niet, als je stopt met nadenken, is het klaar. Dan ga je ja. kapot. Ja. Bij jou kwam dan het moment dat in één keer die lockdown aangekondigd werd. Dat is het moment dat je jezelf terugtrok. Ik en was op cura. Hey, ik Bro. heb dit, ik heb het restaurant. Wat ga ik doen? Snap je? Dus op een gegeven moment heb je eerst die verbouwing gedaan. En later kwam het concept van aan huis koken. Aan huis koken. Was ja. het beste wat... Bro... Ik moet geld terugbetalen. Is dat ja je? Ja, ja. Je huur gaat ook door. Hè. Van tiele, je hebt personeel met waarschijnlijk vast contract. Uh, dus dat ga, je, die verplichtingen gaan natuurlijk ook door. Natuurlijk heb je een bepaalde steun van de overheid. Cetera, maar je wilt het het liefst onafhankelijk doen. Maar jij bent ook nog zo gek geweest... om in 2021 mondie op te zetten. Ja, gewoon, in ja, coronatijd. Ja, man, in corona, Iedereen scheid. heel horeca kapot. Maar jij zet een nieuw, uh, nieuw concept de, op. Ja, Hoe is dat man. ontstaan? En, uh, nou, ik, heb, ik werk al best gaat wel samen met Mariska... En, uh, en Attilay, dus Corendon, die groep. En um, ik heb best wel dingetjes gedaan voor hun, voor hun uh, hotels op Curaçao en zo. En toen had Mariska mij gebeld. Mariska ook, dus mijn heidige compagnon ook in Mondi. Gaan okay. met Kiana Kova. En um, Mariska die belde mij, die zegt... Hey Jus, we hebben nog een supermooi pand staan in Amsterdam. Ik we, weet we niet zo goed wat we ermee moeten, weet je. Um, we hebben een horecaconcept op dit moment, maar... Weet je, het is nu corona, we willen eigenlijk iets nieuws. Ja. en eigenlijk was ik bezig met dit concept in Rotterdam te gaan doen. Mondi, ja, Wat, maar het uh, was een andere naam. Eerst nog even een, een zijstap. Wat is het grootste verschil tussen mondi en just? O, just is echt een Caribbean fine dining, ja. vijf of zeven gangen, rustig netjes zit. of net gewoon tranquilo. Relax, gewoon laag voor je ja. koken, snap je. En Moondi is meer een toucher-concept, weet je, um, waar we eigenlijk alles in tuigen proberen te benutten door middel van muziek, eten en beleving, snap je? Ja. Dus het is toch iets levendiger, iets meer voor het jongere publiek en uh, uh, gewoon anders. Toch? Ja. Echt een hele andere soort zaak is het. Yes. Ja, man. Dus ah ja, maar die belde me, die zegt, Hey, Jens, kan je een keertje naar Amsterdam komen? Ik zeg ja, tuurlijk. Ik, uh, en dit, dit, is ook, dit is eigenlijk best wel een mooi verhaal. Um, ik, uh, nou, wat ik zeg, ik was bezig met dit concept in Rotterdam. Okay? Ja. Dus ik, maar ik, wilde, uh, ik wilde dit concept doen, en waar op de locatie waar het zou moeten komen in Rotterdam, kon gemakkelijk een soort van beachclub gebouwd worden, snappen? Maar ik kreeg het maar niet rond met de gemeente. De gemeente zegt: Ja, je moet even vergunning, ik zeg, ja, maar ik ga toch niet om de twee weken twee ton zand storten. Ja. Ik zeg, dat is toch ongekend? Ja, maar ik zeg, weet je. Oh, je moest echt het zand ook gewoon weghalen en storten weer ja, aan. Kom op, man, we gaan een nieuwe. Het was geen bestaande plek. Nee, met zand het was geen gebrak. bestaande plek. En het, okay. Kijk, laten we zeggen. Het kon makkelijk, omdat dat stuk was eigendom van de pandeigenaar. Niet eens van de gemeente. Ja. Maar prima. Het zand mocht niet blijven liggen. Ik, mocht, ik moest evenementenvergunning aanvragen. om dus over tijd moest ik het weer weghalen. Dit, ik zeg, luister, ik wil gewoon een seizoen draaien. We wilden daar gewoon een mooie soort van beachclub bouwen. Een beetje die Caribbean vibes. En het kon gewoon, dat was makkelijk. Want ja, er is niks daar. Nog steeds is er niks daar. Snap je? Man, prima. Geen probleem. Dus, bro, dus ik zei: Weet je, ik ga niks meer doen, man. Als ik dit niet kan doen, hoef ik dit niet te doen. Want dit is juist de aantrekkingspunt van het hele concept. Ja. Want het is best wel een dood gebied waar het ding was. Dus soms, soms, bro, als je naar een locatie kijkt, weet je, moet je ook kijken: van, Oké, okay, wat moet ik doen om een bepaalde aantrekking te krijgen? Snap je? En dat punt is best wel een dood punt. Dus dan moet je dat stranden? Je hebben. moet iets, nee. iets dat trekt ja. en dan, en als dan, ah, hij rolt, dan rolt hij al. Snap je? Ja. Ja. Maar anyway, ik dacht: weet je, prima. Ik zei tegen weet je, ik ga het project niet meer doen, laat maar. Ik loop zo naar mijn auto toe, wie belt mij? Mariska. Echt toevallig, hè, broer. Maar God, en, weet... en Mariska is van Corendon toch? Ja, toch. Voor de luisteraars. Ja, zij, zij is uh, um, uh, eigenlijk de rechterhand van de eigenaar en uh, hun hebben eigenlijk samen alles opgebouwd. Ja. Um, zij belde mij en uh, zij zegt: Van, Eetjes, hey, luister, weet je, dat verhaal van net, ik heb een mooi pand, bla bla. Ik zeg: ja, Weet je, kom een keertje kijken. Dus Ik ben gaan kijken en ik kom daar binnen. Ik zeg: Wow, midden in Amsterdam. Super mooi, monumentaal pand, ja man. In Oud en Oud-Zuid. Um, en ik heb nog nooit zo'n mooi pand gezien, broer. Het is een oude school, het heet de Hotel. 40 kamers, petit hotel. Maar echt klassiek, weet je. Met die mooie dingen, zo'n mooie binnentuin. Ik dacht, wow. Het was ook een hotel echt van de groep van Corendon? Het is een hotel van oh, okay. Corendon, ja. Het College Hotel is een, een autograph collection van, uh, van Corendon. Oké, okay. ja. nice. Yep. Nou, en ik, toen had ik tegen hem gezegd, nou ja, weet je. Toevallig ja. heb ik dit klaarstaan. Maar het had ja. een andere naam, snap je. Het heette uh, uh, Jerme Marina. Omdat dat concept wat ik wilde doen was aan de haven. In Rotterdam aan een jachthaven, weet je. En het heette Jerba Marina. Jerba betekent kruiden en het kapje mens. En Marina haven. Haven, snap je? Nou, dus, um, nou ja. En zij was onder de indruk. Ze zegt, oh, hey, dit is wel een gaaf concept, dit dat. En maar je hebt geen haven in zuid centrum, nee. toch? Dus nee, dus, daarom. Ja, dus, dus dat is doe... dan wel een concessie die je moet doen. Komt dat? Um, nee, maar ik, 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 toen, toen um, gingen we eigenlijk in gesprek en ze zeiden, oh, wat een leuk concept, ik zeg maar, ik denk dat we het nog wel meer moeten uitwerken. Ik zeg, nee, klopt, want dit is eigenlijk de platte vorm, weet je, dit is meer de richtlijnen van, oké, okay, dit is het idee, hier wil ik naartoe gaan, dit is eigenlijk wat ik wilde gaan doen. Toen um, zeiden we, nou, misschien moeten we even een nieuwe naam gaan bedenken. Toen um, zeiden ze, ja, is goed, nou, is goed. Laten we, laten we dan gaan beginnen met brainstormen. En toen begonnen. Laten we mondi doen dit dat. Toen zijn we samen eigenlijk dat hele concept zijn. We gaan ontwikkelen, samen uitwerken. En toen hebben we gezegd van, oké, okay, weet je, fuck it, we gaan gewoon gas geven. Ja. Toen in, gewoon in coronatijd. In coronatijd. Ja. Nou ja. Toen zijn jullie begonnen in 2021, maar ja. er gaat natuurlijk een verbouwing aan vooraf uh, en noem het ja. maar op. Wanneer zijn jullie opengegaan? Um, met het eerste uh, pandje. April. april man. We zijn april. Was april. Meteen raak, meteen een succes. Ja, we hebben eigenlijk wel, weet je, omdat er was eigenlijk geen Caribisch restaurant. Ook niet. Er is gewoon ook geen, niet in Amsterdam. Nee, er was niet, snap je? Nee. Dus toen hebben wij dat gedaan en um, nou, ik, ik begon, uh, nou weet je, bij Just natuurlijk altijd, die tijd gestaan in de keuken, ook hier. Nou, toen had ik allebei, deed ik allebei. Ja, van het een kwam het ander, het was een succes. Nou, hebben we, um, had ik Tony Juliette, een vriend van me, een pianist. Toen was lockdown op Cura en bij ons waren we open. Toen had ik hem gebeld. Ik zeg, kom jij naar Nederland dan? Dan kan je me helpen. Hier zijn we open. Hier zijn we open, let's go. Dus hij kwam nou. Deze mannen zeggen, top man. Deze man die... Bro, zelfs als die mensen saai zijn, gaan die mensen dansen. Geloof me. Maar dat is wel vet. Dan ben je toch weer aan het nadenken van... Hoe kan ik mijn publiek op een unieke, leuke manier Juist. En dat denken we op de woensdag. Want kijk, je moet zo zien. Als je een pand hebt, je betaalt huur voor zeven dagen. Dus je moet... Zeven dagen moet je uiteindelijk geld genereren, ja. want je moet huur betalen. Ja. Elke dag dicht is er dag geen geld verdiend. Zo zie ik het altijd. Hè. Dus daarom probeer ik nooit in mijn zaken dicht te gaan, ja. want uh, dat, dat is gewoon je toch weggooit geld. Ja, zo. En toen uh, aan juli Juliette laten komen, broer, begonnen we gewoon te knallen en al die authentieke gerechten, kaasballen, dit dat en veel mensen die hey, wat lekker dit dat. Ja. En toen zei Attila, hey, we hebben volgens mij een, een concept, man. Dit is volgens mij een succes. Laten we dit niet gaan uitbreiden. Ik zei, ja, wat, wat gaan we dan doen? Hij zegt, nee, dan gaan we gewoon nog eentje openen en nog eentje openen. En dan gaan we dit gewoon, gaan gewoon knallen. Ik zeg, nou, oké, is goed. Nou, dan zijn we zo. Maar dan ga je vanuit een concept, gewoon een restaurantconcept, naar een franchiseconcept. Ja. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ja. Nou, dan moet je alles gaan uitschrijven, een brandboek maken, regels gaan verzinnen. Dus bro, ja. dan kom je in een hele andere wereld terecht. Ja. Is het nu een franchise concept? Of het is zijn nu alle een franchise, ja, maar we hebben nu in de afgelopen drie jaar hebben we natuurlijk alles helemaal uitgeschreven met partijen gezeten die ons hebben geholpen. Ja. Um, ik heb inmiddels een productiekeuken gebouwd. Dus dat, is, dat betekent dat er, er is gewoon een keuken waar alles gemaakt wordt: die restaurants bestellen al het eten vanuit die punt. Dus die restaurants kunnen niks meer bestellen. Dus laten we zeggen, eigenlijk een soort. McDonald's franchise. Ja, of Domino's. Die hebben allemaal centraal ja, maar Juist. Want die moesten allemaal dezelfde ingrediënten kopen. Juist, zo maar ja. waarom? Zo kunnen we de kwaliteit houden. Want ik kan ja. niet overal koken. Snap ja, je? Ja. Ik heb wel op elke locatie een chef staan. En ik heb uh, Ingmar, die, um, die helpt mij met. Uh, uh, dat is mijn executive chef. Die helpt mij om al die zaken in de gaten te houden. Maar. Ja. En Mariska natuurlijk ook. En Kiana, weet je, we zijn natuurlijk wel echt een team. Maar ik kan het niet alleen. Ik kan niet. Ja. Dat, ja, is veel. dat eerste uh, Pandje in Oud-Zuid, is dat, is, dat, is dat restaurantje wel van jullie eigen beheer? Of is dat ook uh, inmiddels uh, aan franchises overgedragen? Over, overgedragen. Over, over. Maar uh, ja. wel eigen, eigen groep. Ja, ja. eigen groep. Ja. Dus ja. franchise, doen. maar dan wel onder beheer, zeg maar. Ja, onder, 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 um, franchise onder eigen beheer. Ja. En eigenlijk alle zaken wat we nu hebben, is franchise onder eigen beheer. En we hebben eigenlijk sinds vorige week een aanvraag gekregen om. Uh, er is een partij die heel graag money in een ander land wil. Ik mag nog niet zeggen waar. Prima. Ja, toch? Ja, 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 uitknippen ja, of laten we trainen? Nee, nee, dit mag, dit mag maar. <laughs> okay. Ik mag nog niet zeggen waar het gaat komen. Maar eigenlijk zijn er twee partijen die ons hebben benaderd. Van, um... En wat is dan het verschil tussen eigen beheer en niet eigen beheer? Laten we zeggen: um, eigen beheer is in onze, in onze eigen hotelgroep. Okay. En niet eigen beheer is echt, bijvoorbeeld als jij zegt. Broor, ik was in Marrakesh. Ik ja. wil Mondi in Marrakesh. Hoe gaan we dat doen? Ja. Want het is volledig halal natuurlijk. Oké, okay, nice. Ga ik tegen jou zeggen: Oké, okay. dit is het boek. Dit ja. zijn de opstartkosten. Ik kom een maandje in Marrakesh. Ja. En we gaan hem openen in Marrakesh. Wat, ja. wat is het doel? Waar, waar willen jullie, wil jullie naartoe groeien met, uh, met de Mondi-restaurants? Ja. Nou ja, we hebben, um, voor nu hebben we twee Mondi's die gaan openen op Curaçao. Ja. Daarna hebben we. April 2024. Ja, april 2024, inshallah, inshallah. Gaan we open. En daarna willen we um, eigenlijk uh, Miami. Miami wordt waarschijnlijk de uh, derde locatie. En Dubai lijkt ons heel interessant. Uh, we doen natuurlijk best wel um, samenwerking met Abu Dhabi en zo, doen we veel met Formule 1. Dus het lijkt ons echt een uh, leuk ja. project om daar wat te gaan doen eigenlijk willen we gewoon uh, de wereld veroveren. Gewoon knallen, gewoon voorover. knallen. Berlijn. Ja, een mooi concept. Ja, ja. Dus en, Ik denk nou dat de caribische keuken nog geen plek heeft, ja. um, um, nog geen plek heeft, ja. überhaupt niet. Snap je? Weet je, net als als je kijkt bijvoorbeeld naar sushi, ja. of je kijkt naar um, Italiaans, uh, Italiaans uh, eten. Bro, over de hele ja. wereld. Kijk, ja. um, ik zeg altijd: door middel van eten kan je iemand brengen naar een plek op de makkelijkste manier. Ja. Snap je? Als jij zegt van: oké, okay, ik wil echt even marokkaans gaan eten, dan kan je naar een marokkaans restaurant gaan en jou gewoon thuis voelen, omdat ze je taal praten, um, ze hebben het eten hoe je oma het maakt dat, en je voelt je gewoon thuis. Ja. En dat is door middel van eten. Ja. Dus als we dat kunnen doen en echte mensen met caribische keuken kunnen laten leren kennen, broer, heb ja, ik dat echt. een om. hoop potentie. Want Ik ben zelf in Amsterdam opgegroeid. Uh, ik heb het allemaal gezien daar. Maar ja. Weinig caribisch, uh, ja, mooie Cari echt mooie, goed ingericht caribisch concept. Het is meer to -to zo afhaal of toko de, 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 achter. Ja, dus ja, ja, het eten is, is goed. Wow. Dus de basis is goed. Basis is maar het goed. gaat om dat, als je het echt groot wil maken, gaat het om, dat, om het nieuwe jasje. Snap je? Maar anders, uh, we hebben binnenkort hier ook... Iemand zit van ekmikje, ken je misschien wel, Rotterdam? Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja. ik ja, Turkse meneer toch? Ja, Murat. Ja, man, en, ik eet en, altijd. En dag, die man. heeft ook echt heel mooi, weet je wel, zeg maar, uh, het Turks eten, dat is ja, de basis. Super goed Turks eten, bro. maar met een mooi jasje eromheen, weet, weet je wel. Die, uh, die pannenkoek ook weer, man. Bro, ik, ben, ik, ik ga altijd. De pan, bij, het Turks gerecht pannenkoek? Ja, het is zo'n ding. Lahmacun of zo? Ja, dat. Ik weet echt. Ja, bro, top. Top, Top bij een, hun. Ja. Bij hun is echt goed, man. Ja, ja man. Ze zitten in uh, voethallen onder andere. In een voethallen zitten ze. Ze hebben meerdere maar... vestigingen. Ja, man. Mij iets van zes vestigingen. Ja, man. Ja, dus dat is leuk. Dat doen jullie supergoed. Ik ben ervan overtuigd dat jullie dat ja, helemaal man. mooi ingericht En dat jullie de wereld gaan veroveren. Ja, man. Shallah. Inmiddels ben je natuurlijk ook uh, bijna, bijna leverancier van de maaltijden in de vliegtuigen van Corendon Airlines. Ja, man. Er zijn er een hoop, een hoop ja, mensen die man. vliegen met Corendon. Een ja. super groot bedrijf. Wat gaan jullie precies? Uh, gaan jullie allemaal leveren of een deel van, uh, van het aanbod? Ah, kijk, voor nu, voor nu ga ik eerst alleen de nieuwe vluchten doen. Dus vanaf 3 november um, heeft Corendon een nieuwe toestel ingezet: um, um, een Airbus. Mm -hmm. A350. Gaan we vanuit Amsterdam Cirrusau vliegen. Ja. We hebben daar natuurlijk 15 december gaat een nieuw hotel van ons open. En uh, onze nieuwe beachclub gaat open. Dus wat we gaan doen is. Um, we hebben gaan mondi aan boord zetten we hadden afgelopen woensdag hebben we de eerste testing gedaan in die 747 ja. mensen aan boord hebben we dat eten echt laten proeven we gaan stoofvlees doen we gaan jerk chicken doen we gaan pastijtjes aan boord doen weet je toch echt die Antilliaanse pastijtjes Lekker, ja. gaan we aan boord geven ja man ik heb speciale toetjes ontwikkeld weet je dit was ook echt een proces weet je vanuit koken uit een keuken naar koken voor 220.000 man weet je er gaan natuurlijk uh, zoveel passagiers moeten die vliegtuig al die regels die wetgeving Um, dus voor nu ga ik één vliegtuig doen en hopelijk mag ik uh, de hele airline gaan doen binnenkort. leuk man uh, de ja, truc man. is natuurlijk om te zorgen dat het ook lekker in de, dat in de lucht ook lekker blijft want tuurlijk broer, maar kijk dat, dat, is dat, dat, dat is ook een beetje die marketing wat ik ga doen want ik ben echt gaan kijken van oké okay, welk gerecht kan ik zorgen dat het echt lekker is, want iedereen is gewend om die uh, die die die, uh, die puree of die gehaktballetjes en uh, maar nu ik ben zelf in die keuken gegaan met het bedrijf. We hebben twee weken lang proeven koken dit dat nee dit is niet goed, dat is niet goed en natuurlijk ik wil ook die kokstandaard bedanken, want die boys die doen dit natuurlijk al jaren. Maar um, ik kom toch met een hele andere keuken naar hen toe, snap je? Ja. En um, ja, bro, ontwikkelen, smaken, proeven, dit dat. Met eigen spullen komen. En uiteindelijk is het echt iets moois geworden. En we beginnen 3 november. Gaan we eerst de eerste kist de lucht in. En dan gaan we gewoon Leuk, knallen. Dus dan heb je Mondi in the Netherlands. Mondi in de air. Uh, en elkaar sky, overal. overal ja, Leuk. Toch, en binnenkort wereldwijd. <laughs> ja, man. Leuk, man. En je, bent, je hebt ook een uh, mooi boek geschreven. Ja, in, uh, 2000, dit jaar eigenlijk. Uh, dit heb je dit boek jaar is geschreven. hij. Ja, man. Dit April jaar is hij gelanceerd. Ja, oh. man. Wat, wat, wat is er allemaal te vinden in dat boek en waar is het boek te vinden? Uh, vertel ons meer. Kijk, ik heb uh, um, um, ja, Ik, heb, ik heb dat Caribische boek geschreven. Het heet De Nieuwe Caribische Keuken. Ja. Dat heb ik ook bewust gedaan, omdat ik heb natuurlijk heel veel topcocks die uh, uh, hele mooie boeken over ons eiland heeft geschreven of over onze keuken. Ja. En wat ik doe, ik breng het weer in dat nieuwe jasje. En, um, en ik heb natuurlijk ook mijn eigen recepten. Wat ik heb gedaan is een combinatie van mijn signature dishes... en ook al de signature dishes van de restaurant. Weet je, van Just zit er een paar bij. Ik heb uh, um, een gerechtje erin geschreven, wat ik ook mee heb gedaan bij Masterchef. Ik heb een paar gerechten die uh, in Mondi te vinden zijn. Dus als je ooit bij Mondi bent gaan eten en je wilt wat thuis maken... koop mijn boek, want ja. daar staat het waarschijnlijk in. Ja. Um, dat heb ik eigenlijk gedaan. En ja, ik ben nu alweer begonnen met mijn tweede kookboek... Kijk. Weet je? Um, En ik zal ook niet stoppen. Waar op... kunnen de mensen het kookboek vinden die het Caribische eten in huis willen halen? Um, eigenlijk gewoon bol.com, gewoon Google. En hoe en Google. heet het boek? Um, de nieuwe Caribische keuken bij Justin Nissen. Ja. En dan uh, kunnen ze dat gewoon online bestellen. Ja. Ik. Uh, um, en ja, binnenkort uh, staan de workshops online. Oh, dus okay. ik ga af en toe... Uh, ik heb heel veel gehoord, Justin, we willen een keertje met jou koken. We willen een beetje jouw kneepjes van het vak leren. Maar je kan niet dus, uh, overal zijn? Dus ik kan je, je niet overal online. Zijn. juist. Leuk. Dus wa waarschijnlijk ga ik... Uh, er zullen een paar edities online komen. Er zullen ja. ook een paar edities fysiek zijn. Um, dat zijn echt voor uh, mensen die me ook echt hebben gevraagd... van we willen een keertje echt met jou koken. Dus ik heb echte een echte fans? Uh, ja, een echte fans. Ik heb gezegd, nou weet je... Ik ga, uh, in november komen er een paar edities online. Cool. Um, online niet. Um, kan je kans om te boeken en om gewoon... Uh, ik heb een kookstudio. Dus cool. um, dan gaan we samen koken. Gewoon echt... Uh, uh, um, nou, er zijn een paar leuke items die komen. Um, er komt één item van mama: ik ga het huis. Weet je, mama, ik ga studeren, ik ga op mezelf wonen. Weet ja. je, die moeders. Ik kan niet koken, je weet je toch? Ja. Dus ik ga um, dan uh, de basistechnieken leren voor, voor de studenten die het komende jaar uh, moeten op gaan afstuderen gaat, ja. of op zichzelf gaan. Er gaat een editie komen van. Uh, Um, Hennie Huisman, weet je hoe, 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 hoe de beste man eruit ziet thuis? <laughs> dat hij ja. lekker voor zijn vrouw kan gaan koken. Zullen een hoop uh, vrouwen blij mee zijn? Ja, dat denk ik ook. Dus boek het maar voor tip, je man. Cadeau, zou tip zou Ja, ik onder de kerstboom. En um, er komt, er komt ook een hele mooie, ik denk dat jij dat misschien interessant vindt. En misschien kan ik je uitnodigen gewoon bij mij te komen koken in een kookstudio. Hey, misschien is dat een leuk idee. Ja, is goed. Gaan we Wagyu kopen? Oké. Okay. koken, zeg dat je wat? Nee, zeg maar niks. Wagyu steak is een van de duurste stukken steak, dat zijn gemasseerde koeien. Oh ja, nee, dat die, ja, die, wel, die juist, ken je wel. Juist, ik ga daar een die workshop van ik. geven van ja. hoe je eigenlijk Wagyu moet maken, op wat ja. voor manieren, waarom. Dus het komt eigenlijk... uit Argentinië toch? Wagyu volgens mij of niet? Japan. Of Japan? Okay. Ja, man, Japan A5, juist. Dus er is het ernaast. <laughs> nee, dat maakt niet uit. Maar Argentinië heeft natuurlijk heel veel goede koeien. Dus vandaar ja. dat ik kan begrijpen waarom je dit zegt. Um, dus uh, binnenkort komt dit online. Ik ga je wel uh, zeggen wanneer wat. En so, uh, ik ga je uitnodigen. Ja. En dan mag je ook. Dan Gaan wij samen even komen. En, en ik roep even. Ik hoor jou de hele tijd online zeggen. Waar, waar moeten de mensen zijn als al die informatie over je workshops, et cetera. Kijk, okay, ik heb eigenlijk geen eigen website. Dus we kunnen eigenlijk alles volgen via de restaurants: Mondi, um, Amsterdam, Cheers Rotterdam. Uh, punt com. Dus mondiamsterdam.com. Ja. ja, en um, just just Rotterdam. Rotterdam. Ja. Com. En um, via socials, Instagram, Justin Niesen. Ja, via Instagram, Justin Niesen. Ik, ik, ik heb geen Snapchat, geen TikTok. Ik moet eigenlijk iets meer. dan ik heb ik geen tijd voor. Nee, nee, nee. <laughs> maar um, ik, doe, ik doe mijn best op ja. Insta. Ja. En daar kunnen ze even checken. En dan komt het online. En dan. Um, ja, gaan we gewoon lekker koken. Ja, en in de horeca is het natuurlijk altijd het geval dat, dat er een personeelstekort ergens ontstaat. Over het algemeen is dat nu overal ja, het geval. In de hele economie na corona: dat ja. er veel personeelstekorten ontstaan. Voor de mensen die, uh, die op zoek zijn naar een leuke baan in de horeca, en uh, ja, dat als leer, leeromgeving willen kunnen, kunnen zien, waar kunnen ze terecht? Waar heb je personeel nodig? Um, voornamelijk in Amsterdam. Okay. Voornamelijk Amsterdam hebben we personeel nodig. En Rotterdam eigenlijk ook voor, voor parttimers Voor Mondi heb ik uh, aan personeel nodig. Voor dames en heren. Als jullie een bijbaantje willen extra doekjes verdienen. <laughs> extra <laughs> Kom pap. Alsjeblieft, bij Mondi. We, hebben, we zitten in Badhoeven Dorp, Mondi West, Zuid. We hebben altijd parttimers timers nodig. Uh, ja. Bij Just Rotterdam hebben we ook parttimers timers nodig voor de gasten die in Rotterdam wonen. Kom langs, weet je, we betalen gewoon een um, um, conform cao. Er zijn allemaal leuke dingetjes die erbij komen. Waar kunnen de mensen online uh, informatie over vinden over de vacatures um, of iets? Kan dat? Eigenlijk bij onze website staat er altijd vacatures of okay, werken bij. Dat kan je gewoon vinden. Of stuur ons gewoon een bericht via socials. Ik zal altijd reageren. Uh, ik heb niet zoveel volgers, dus ik ben niet super druk. <laughs> maar uh, stuur me gewoon een bericht via na, socials. Na deze podcast uh, ga je wel super druk zijn. Hoor. Nice man. Dus pas okay, op let's, go, let's go, let's go. Let's go. <laughs> nee, We doen ons best. Uh, Justin, uh, thanks voor het hele verhaal. We sluiten de podcast altijd af met, uh, met een finaal advies. Ja. Je bent begonnen... Als jonge, jonge man uh, die piraat wilde worden. Ondertussen heb je heel <laughs> veel meegemaakt. Verschillende concepten opgezet. Eigenaar ja, van veel bedrijven. Super succesvol. Ik hoop dat dat zo zal blijven. We hebben veel luisteraars die. Ja, of willen ondernemen. of uh, een vaste baan hebben en willen gaan ondernemen. Of heel jong zijn en willen gaan ondernemen, moet ik zeggen. Welk advies, uh, over, overkoepelend advies, zou je mee willen geven aan die mensen? Die graag iets anders willen in het leven? Weet je, mm, er is één ding wat ik zelf heel belangrijk vind. En dat is um, geloof in jezelf, man. Weet je, kijk, um, uiteindelijk zijn het jouw dromen. En niemand kan jouw dromen waarmaken. En waar er een wil is, is een weg. En um, hoe kan ik het goed voorwoorden? Um, jouw pad maak je zelf, snap je? Geloof in jezelf. Niemand zal het voor jou doen. Nee. En. Op het moment dat er geloof is en vertrouwen, gaan de deuren open. Ja. Weet, je, um, um, weet je, ik zou het niet anders kunnen verwoorden. Weet je, veel mensen zeggen, ja, ga weer extra doen. Nee, focus. Focus, geloof in jezelf. Jij weet dat je het kan. En er is niemand die dat van jou kan afnemen. En voor de mensen die het moeilijk vinden om zichzelf te geloven, hoe kun je dat zelfvertrouwen meer ontwikkelen? Kijk, weet je... Je bent zelf een sporter. Zeg je bijvoorbeeld, ga gewoon die ja, gym induiken. Ga de gym induiken. En, en weet je wat mij ook altijd helpt? Is, um, um, kijk, um, ja, gewoon bidden. Snap je? Um, bidden. En um, um, ik, ik luister veel naar podcasts van andere mensen. Um, ik luister veel naar, um, ja, ze noemen dat um, affirmations. Ja. En... Um, um, dat helpt, mij, um, dat, dat helpt mijn geloof ook, snap je? Oh. Om door te kunnen gaan. En het maakt niet uit wat er gebeurt, om alle obstakels te kunnen overwinnen. Want je weet toch, alles kan. Alles, alles, kan. alles, alles kan. Alles Geloof moet. in jezelf. Ja broer, sowieso. Vraag, vraag de grote schepper om, uh, dat, om hulp. Vooral man. En geef ja, de hoop man. niet op. Gewoon knallen. En blijf jezelf geloven. Ja, en dan toch? komt het allemaal goed. Altijd broer. Dankjewel ja, voor man. het uh, laatste advies, uh, Justin. Top, we gaan de podcast afsluiten. Uh, mensen gaan Justin volgen. Justin Niesen op Instagram. Wat? Uh, bekijk de websites. Ga, ga lekker eten als je uit Rotterdam komt. Uh, Just Rotterdam. Ga lekker in Amsterdam eten als je uit Amsterdam komt. Of omgeving uh, Mondi. Uh, voor nu zou ik zeggen, bedankt weer voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Uh, abonneer je even op ons YouTube-kanaal alsjeblieft. Uh, deel deze aflevering. Volg ons op Spotify. Want deze aflevering, uh, de, deze inspiratie moet terechtkomen bij de mensen die dat nodig hebben. Zodat ze een onafhankelijk leven kunnen opbouwen. Voor nu, dankjewel en uh, tot de volgende keer. Dag. Dank Dankjewel wel. Dank u wel, Justin. Dankjewel broeder.